Hoi, leuk dat je weer kijkt. Ik heb allerlei nieuwe Kiko dingen gekocht en daar is een shop nog van geweest, denk ik. Dus we gaan nu een full face of Kiko doen, denk ik. Het enige wat ik niet heb is een concealer en een je wenkbrauw iets. Verder wel. Aangezien nu al die verpakkingen hetzelfde zijn. Moet ik even zoeken wat is soms. Goed, we hebben de cream foundation. Met een kwast. Ik tip er één keer in en dan ga ik twee keer gewoon over mijn gezicht heen. Het zijn hele lichte tapjes. En ik druk het er echt in. Alleen hieronder dan kan ik het voor mijn gevoel swipen. Ik denk dat we de concealer gewoon laten voor wat het is vandaag. Want het is eigenlijk wel prima zo. Ik hoor een tikje extra onder mijn ogen. Ja, ik vind het prima zo. Ik vind het een heel fijn product. Dit is de kleur CR15, dus de lichtste kleur. Die past voor mij prima. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind dit een prima kleur. Ja. Maar ik vind het ook een fijn product. En mijn gezicht ziet er goed uit. Het is wel redelijk mat, vind ik. Maar dat ligt misschien ook aan de primer die je eronder doet. Geen probleem mee. Dit is echt. Ik ben een beetje verbrand. Ik weet niet of het zo kan zien. Maar goed. We zijn het weekend met een stukje gaan rijden. Met Dennis en mijn cabrio. Dus in de cabrio. Maar het werd nogal een lang stukje. En daar had ik niet op gerekend. Dus toen waren we verbrand. En ik ben helemaal geen zonneaanbidder. Weer even de camera goed. Oh, dit wordt een beetje een lastig verhaal. Dat had ik niet moeten doen. Goed. Ik ga even een poedertje doen. En dat is dan. Natuurlijk die van de Kiko. De
Radiant Fusion. En het liefst zou ik dat gewoon met een spons doen, maar die had ik even niet. Of met een zo'n puffje, weet je. Het kan zijn, kijk hier, zie je dit? Zien jullie dit? Hier? Het accentueert wel een beetje droge plekken. Dat is jammer. Dat is jammer. Maar goed, dat is ook een van de plekken waar ik verbrand ben. Dus daar zou het mee te maken kunnen hebben. We gaan de bronzer doen. Dus ook de Flawless Touch bronzer in de kleur 01. En die doen we gelijk een beetje in, op het oog, om een beetje het oog te contouren. Maar ik ga niet een hele... heftige ooglook maken of zo. Dit is een van die bronzers. Dus je kan gewoon opbouwen, opbouwen. Het wordt nooit te veel. Het wordt nooit te veel. Goed, dan heb ik. Ik weet ook nooit welke kant ze open gaan. De blush. De Unlimited Blush. In de kleur 11. Dat is deze. En dan doen we één tippie. En dan ook hierboven. Eén tippie. En ook hierboven. En alles gaat omhoog, hè? Oh, sorry, een gaapje. En dan heb ik ook de highlighter in de kleur 01. Heel subtiel. Prima. Qua lippen.
Ik heb een lippenpotlood van Kiko. En dit is de Everlasting. Maar goed, we hadden dus een rondje IJsselmeer in gedachten. Maar dat werd. We zijn van Noord-Holland over de Afsluitdijk naar Leeuwarden gereden, over Leeuwarden heen richting Groningen. Toen op een gegeven moment weer naar beneden richting Zwolle, door Amersfoort, te hebben gestopt en gegeten. En dan naar Amsterdam en dan weer omhoog naar huis. Het was ongeveer 600 kilometer. Het was iets langer dan verwacht. Ik ga... hier moet ik wel even mijn bril voor opdoen hoor. De Kiko Powder Lipstick gebruiken in de kleur 01. Dat is een hele lichte. Die met zo'n vervaagde lipkleur heel goed gaat hoor. En dan heb ik, dit is de gewone lippen in de kleur 02, de gewone gloss zeg maar. Dan heb ik een hele natuurlijke lip. Ik vind het niet te licht, maar ik hou er wel van een lichte lip. Ik ga heel even met de Essence Brow Pen even mijn wenkbrauwen doen. Voordat ik die weer vergeet. Ik ben er niet zo goed in. En dan wil ik er ook gewoon niet heel veel tijd aan besteden. Zo. En dan heb ik tot slot nog een mascara. Even de wimpers krullen. Deze mascara, dit is de Roar. Beauty Roar. En die is volumizing en curling. Het ziet er zo uit, maar mijn verpakking is gewoon heel vies. Hij is extreem gebogen. Ik heb hem al een paar keer gebruikt. En ik kan je alvast vertellen, ik vind hem heel nat. Maar dat komt misschien ook omdat ik gewoon niet van natte mascara hou.
Hij is heel zwart. En ik laat het hierbij. Want ik ga toch nergens heen vandaag. En het is al middag, dus heel lang blijft het toch niet meer zitten. Zo. Dan heb ik alles gebruikt. Het enige wat ik dus niet heb is een concealer en een wenkbrauwproduct. En de gezichtsspray. Die heb ik wel gehad hoor van Kiko. Dat was wel een fijne, maar rook heel erg naar kokos. Dus ik heb een foundation gebruikt. Ja, ze hebben allemaal dezelfde verpakking. Dus ik kan iedere keer gewoon hetzelfde dingetje op. Nee. Dit is de Radiant Touch. Nee, dit is niet die. Ik ga mijn bril even opzetten. Dan kan ik het jullie precies vertellen. Dit is de Nourishing Perfection Cream Compact Powder. Met SPF 20. In de kleur CR15. Er zit een sponsje in en dan is dit het product. En ik heb gebruikt de Radiant Fusion Baked Powder in de kleur 01. Dan hebben we gebruikt de Flawless Fusion Bronzing Powder in de kleur 01. De Unlimited Blush in de kleur 11. Kijk, die zijn kleiner, zie je dat? En de Glow Fusion Powder Highlighter in de kleur 01. Dan had ik... Waar ben je? De Kiko Everlasting Color Precision Lip Contour in de kleur 420. Ik had de Powder Power Lipstick in de kleur 01. En ik had de 3D Hydra Lip Gloss in de kleur 02. En dan de mascara. De Beauty Blender mascara. Ik mis dus een primer, een concealer en een oog. En een spray. Nou ja. Het zijn geen dingen die je per se ook nodig hebt. Maar goed. Het is een zo goed als full face Kiko. Ik ben er blij mee. Ik ben sowieso een fan van Kiko. Ik vind de producten echt... Ik ga heel even... Het hoekje hierbij werken. Ik ben sowieso een fan van Kiko. Ik vind de producten heel fijn. Ja, verder... is er niet zoveel over te zeggen, denk ik. Leuk dat je gekeken hebt. En dan zie ik je graag gewoon bij de volgende keer weer. Duimpje omhoog graag. Dankjewel. Doei.